Goedemiddag allemaal, weer welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag 29 december, het is nou net 12:30 geweest. Ik ben al een tijdje wakker, ik heb al de honden uitgelaten, ik heb gedoucht. Dus ja, ik zou zeggen, dankjewel weer dat je weer kijkt, vertrouwd en wel. Nou, zoals altijd zijn wij dus vandaag weer vanmiddag om 2:15 naar de Jumbo gegaan en om 4:00 waren we. We kwamen daar om 2:50 aan. Zoiets. En we kwamen er om 7 over, ja, ongeveer 4:00 er weer uit. Ja. Maar we hebben hier ook heel veel vlees. Wat voor vlees hebben we allemaal? Laat het ons even zien. Slaafvinken. Hakschnitzel, saté. Ja. Speklap met zwoord. Ja. We hebben ook nog meer slavingen. Slaburger. Whatever. We hebben kip, hier nog. Kipfilet gerookte blokjes, 2 keer. Ja. Kip. Overheerlijke filetrollade. Yummy. We hebben hier de Nieuw-Zeelandse entrecote, 2 keer. Ja. Varkensgyros, dat is gewoon, standaard. Hoe heet dat nou? Shawarma eigenlijk. Ja, shawarma. Braadsticks. Standaard kip. En 2 keer kippenbouten. 2 keer kippenbouten met, wacht, even kijken, 1, 2, 4 ongeveer. 4, dus 8 kippenboutjes. Ja. Dus, gewoon lekker naar de Jumbo toe gaan. Ook al gaan ze de zeuren aan de zeiken. En ook al hou je niet van van de winkels of wat dan ook. Het is een prima winkel, overzichtelijk, lekker ruim. En je mag een heleboel spullen meenemen als het niet goed meer is. Tenminste niet goed meer is. Het is over de datum, dan krijg je het. Hetgeen wat je over datum is, moet je inleveren. Ja. Dan krijg je een mooie nieuwe. Verse, hele goede weer voor terug. Met als dank voor de melding. Zoals wat? Waar moet het de mens op letten? Even kijken, er was een. Ja. Even kijken. Hier, dit is de 5-1-2018. Die is nog helemaal perfect. En die hebben we ingeruild voor iets wat van de 28e was, volgens mij. Klopt. Dat was ook €5. Dus dan lever je dat in, dan krijg je een mooie nieuwe. Tot volgend jaar nog prima geldige kip ervoor terug. Zoiets. En waar kunnen ze nog meer op letten? Even denk ik op de. Nee, maar qua fruit, zuivel. Fruit. Als het niet helemaal vers meer is, dan zeg je van. Het is niet vers meer, mag ik een andere? Dat mag. Zuivel van de datum van vandaag mag je zo meenemen, mits je het meldt bij de kassa. Dan zeg je van nou, ga maar even langs de servicebalie of wij doen het zelf even. Blikjes die gedeukt zijn, daar neem je het gedeukte blik mee, plus een mooie verse nieuwe. Gedeukte blik laat je achter bij de servicebalie. En dan mag je de mooie nieuwe zo meenemen. Ideaal. En de zuivel hadden we die al gehad? Zuivel, juist met de dag van vandaag. Ja, fruit. Fruit, als het niet vers eruit zag, dan. Bijvoorbeeld een appel die niet een beetje beurs is. Even, nou, een beursappel, ja jammer. Dan neem je een mooie nieuwe vers. Even, ik heb een beurs, dan mag je eigenlijk gratis meenemen, die goeie. Ja. Een andere gooi ze weg. Ja, dat is jammer, maar zo zijn de regels. En ik heb ook al gemerkt en dat de mensen zijn van ja, maar ik ga er niet naartoe. Want ik hou niet van de drukte. En als we gaan zoeken en dan worden wij ontzegd uit de winkel. Hoe zit dat? Daar heb ik nog niet over gehoord. Maar kunnen ze dan hun wijzen openen op de gedragsregels van de Jumbo zelf? Ja, die zijn via internet beschikbaar. Dus dan kun je altijd alles nalezen en heb je een. Nee, maar ik bedoel qua de. Kunnen ze de winkeliers, als ze dus problemen krijgen, kunnen ze dan zich beroepen op de website en naar de medewerkers? Ja, dat kan.
En hoe gaat dat dan in zijn werk? Dan zijn er twee methodes voor. Eén is de lange methode, ander de korte methode. De lange methode is je gaat bezwaar maken bij het hoofdkantoor. Dat kan via brief, e-mail of anderszins. Telefonisch. En dan duurt de klachtenperiode even wat langer. Of je pakt je smartphone. Je zegt van www.jumbo.com. Jumbo.nl. Je gaat naar jumbo.nl. En dan zeg je eventjes van oké, dit zijn de regels. Ja. En kijk, hier staat het. En dan komt het helemaal goed. Maar meestal is het bij de kassa en we gaan naar de servicebalie en dan komt dat netjes in orde. Top, dankjewel voor je interview. Ik wil jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer eventjes op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Ik zou zeggen, tot de volgende vlog maar weer.